Terug in 2019. Onze eerste halte is het Fakkeltheater in Antwerpen voor een paar vapeurs van Uitgezonderd Theater. Ik heb ervan genoten. Het is geweldig goed gedaan. Het is een goed stuk. Ze hebben er zo'n plezier in. Het zit vol met herkenbare situaties. Heel tof tempo ook. Heel grappig. En ook soms heb je toch een eerste moment dat je denkt van oh, slik. Men zegt dat de tweede nooit zo goed is als de eerste, maar niets is minder waar. En dat geldt ook voor Assise 2. Een ijzersterke formule waar het publiek de schuldvraag mag beantwoorden. Deze zaak, dames en heren van de jury, is geen spel. Maskeke ze stomme dingen ontongen. Ik mag er van koud! Dit gaat hier over leven en dood. Kijk naar haar! Van begin tot einde, je wilt niks missen. De lach en de traan, die mix, dat is de ultieme mix. Ja, dat is een zware beschuldiging. En ik was helemaal mee in het spel van schuld, onschuld, waarom, hoe. En met een heel fijne twist op het einde. Dus chapeau voor heel de band. Ik kan alleen maar zeggen dat deze zaal het redelijk unaniem eens was over de schuldvraag. En ik denk dat ons dat allemaal blijft fascineren. We zoeken met z'n allen naar de waarheid. Liefde is een mol. Blind. En hij maakt putten in uw gazon. Op elke assise heb je zo'n volksfiguur dat komt vertellen dat ook de zaal boeit in. En zij was op dat punt heel naturel, heel echt. Heel hard hoe dat het eigenlijk in de werkelijkheid ook kan gebeuren. En dat vond ik wel heel fijn. Ze heeft dat echt heel goed gedaan. Judas Theaterproducties bracht de succesfilm Iedereen Beroemd op de planken. Zelden was bekend Vlaanderen zo positief over een musical. De recensiesterren vlogen in het rond, maar het publiek bleef weg. Laat mijn dochter zingen! Na! Lucky Manuela! Lucky Manuela! Uiteindelijk trekt Judas Theaterproducties de stekker eruit. Waar het publiek niet wegbleef is de musical 4045, die ook na 600.000 tickets een nieuwe run inzet. Zo'n 200 kilometer verder moesten ze dan weer troep opruimen. Wow! Is goed gedaan. Ik kreeg een kusje. In 2019 was een topjaar. Prachtige musicals, intieme theaterstukken, grote spektakels, het was er allemaal. U wordt beschuldigd van de moord op Emily Frank. Suzanne Antwerpen. Ja, laat het spelletje beginnen. Ja.
mijn begrip. In 2019 waren er heel wat carrièrewendingen. Zo werd Marie het nieuwe baasje van Samson, krijgt Michiel de Meijer een plekje in de Ketnetband en Nicoline ruilde haar pepperspray in voor een toverstaf. In 4045 kreeg Maya van Honstee een hoofdrol en stond een nieuwe lading BV's klaar, zoals Laura Tesoro, Daphne Welles, Bert Kozemans en James Cook. Alles genieten jij, maar jij, voor eeuwig van elkaar. 2019 was ook het jaar dat Daisy Thijs haar laatste optreden in het Witte Paard deed. Nonkel Jeff zijn klak aan de haak hing en het echt Antwerps theater de deuren sloot. Allemaal na heel wat succesvolle jaren. Voor anderen was het succes dan weer van korte duur. Een van de makers van de ondertussen heel populaire Ketnetreeks Like Me kwam in opspraak. Een 37-jarige dansleraar uit Boeghout is aangehouden op verdenking van verkrachting en aanzetten tot ontucht. Maar uiteindelijk lieten de fans het niet aan hun hart komen. Zo waren de shows in de Lotto Arena meteen uitverkocht en waren ze afgelopen zomer overal, maar dan ook echt overal. Ook werd het tijd om lange carrières een keer te vieren. Zo kondigde Jan van Dijk zijn jubileumshow aan en kreeg Door van Boekel de cultuurprijs. Ten slotte kondigde Stanny Kretz aan Urbanus te gaan vieren met een musical. Ja, je hoort het goed, een musical. Diezelfde Stanny Kretz zat ook niet stil afgelopen jaar. Hij eindigde 2018 en begon 2019 met de winterrevue, om dan weer 2019 te eindigen met de vijfde winterrevue en dit keer een XL-versie met Kaals en Van Voren. Ik maak eens vragen, waar staat die schone juffrouw hier te doen op die noophout? Maar dat is geen noophout, dat is de brandstapel. Oh, ik dacht dat de kast was van Ikea. Geen ze niet hier gevezen, schat? Ook bracht Stanny de musical Spamalot na zoveel jaar weer opnieuw tot leven. Kokosnoten vandaan? Die hebben we gevonden. Gevonden? In Mercia? De kokosnoot is een tropische vrucht. Wat bedoelt u? Ah wel, deze is een gematigd klimaat. Als we dan toch bezig zijn over tetten, ook daar was in 2019 geen gebrek aan. De kajels zijn geweldig. Je vergeet dat het mannen zijn, die bewegen zo mooi, dat ik er als vrouw jaloers op word. Ik ben vooral fan van de kajels. Ik was heel fier, ik zat heel fier in de zaal. Ja, het is wel een hele visueel spektakel. Dus echt, je komt ogen tekort. Ik vond het een hele leuke show. Ik ben helemaal fan van de Le Cagel. Het ensemble van dansers die fantastisch dansen. Die vrouwelijker zijn dan ik ooit kan zijn. En schitteren in al die pakjes. En ik was ook enorm onder de indruk van Koen Krukken. Koen Krukken heeft die rol heel knap neergezet. Heeft keigoed gezongen en speelde ook heel mooi integer. En ja, eerlijk gezegd had ik dat gewoon niet verwacht. En dus ik ben, ja, blown away. Oh. Eens te meer word ik weer depressief door die oude gerimpelde licht. Eens te meer is het tijd voor verandering, verlang
naar een ander gezicht. Met een mix van een wonderlijk meisje en schroom van een waardige man. Schik ik poeders en verfjes en start ik aan mijn meerstappenplan. Maar wanneer ik weer merk dat mijn plaats hier op aard weer een deuk krijgt, meneer, dan grijp ik naar dit wonder mascara. Ik smeer. En ja, ik kan het weer. Goddank. Ik adem weer. Het is kut, het is stok van de hond alweer. En mijn gevoel voor humor nergens te zien. Doe iets, want ik presteer niet meer. Als ik niet heel snel wat mascara smeer. Ik tel mijn rimpels al lang niet meer. Ik raak de tel kwijt, het is een heleboel. Maar ik zet me snel op toilet, meneer. En smeer nog wat mascara op mijn smoel. En alles is glitterkoud, pardon, maar adoe. Als je door de wimpers kijkt, ook een half toe. Ik voel me dan schitterend en wondermooi en magnifiek. De wereld is even mooi als ik me voel. Als er het afgelopen jaar aan iets geen gebrek was, dan was het wel de familievoorstelling. Oké, daar gaan we! Wat moet ik doen? Steek je handen in de lucht, dan je handen naar de gek. Draai een vingertje in het rond, ja, doe maar met ons mee. Zet een stapje naar voor en een stapje terug. Eén keertje langzaam en één keertje terug. Draai een keer met je heupen, ja, dat doe je goed. Ik wil gewoon trouwen met iemand waar ik echt verliefd op ben. Ik breek uit het zand en reik mijn hand naar een wereld waar ik hoor. Ik ga door. Hoe ziet mijn toekomst eruit? Mei 2019. Ons land werd door elkaar geschud. Dat de verkiezingsuitslag geen goede zaak was voor het cultuurlandschap, stond vast. Maar dat het er zo zou inhakken, kwam als een donderslag bij heldere hemel. Subsidies werden teruggedraaid, investeringen in cultuur geschrapt en de projectsubsidies gingen ten onder. De cultuursector kwam massaal op straat. Everybody knows that the dice are loaded. Everybody rolls with their fingers crossed. Everybody knows the war is over. Everybody knows the good guys lost. Everybody knows the fight was fixed. The poor stay poor, the rich get rich. That's how it goes.
Bij de betogers vanmorgen niet alleen veel studenten, maar ook gevestigde namen uit de Vlaamse acteurswereld. Het gaat uiteraard om jobs. Het gaat om enorm veel jobs. Het gaat om mensen die te werk gesteld worden. Omdat iemand aan een project begint, dan is er een soort aaneensluiting van allerlei verschillende sectoren die in gang schieten. Het gaat over een hele sector. Theater. Ik denk, mijn eerste theaterproductie was Ganesha, 10 jaar geleden. Was toen ook met projectsubsidie bekostigd. Dus dat is wel echt specifiek wat er nu natuurlijk wordt bedreigd. Als er toen 60% minder projectsubsidies waren geweest, dan had Ganesha nooit bestaan. En dat is een musical waar ik nog steeds over word aangesproken, die ze ook dit jaar gaan hernemen. Dus het is wel iets dat leeft. Ik denk wel dat het heel jammer is dat die dingen nu verdwijnen of toch zwaar, zwaar verminderd worden. In het plezantste theater van de stad hadden ze voor al dat politieke gedoe een oplossing. Daar werd de burgemeester op het schoonverdiep gewoon vervangen. Wat is dat hier allemaal? En als er ergens geen gebrek aan geld was, dan was het bij de Comediecompagnie. Daar viel het geld letterlijk uit de lucht. Ik heb vandaag per ongeluk mijn kofferke gewisseld met een kofferke van iemand anders. Zaventem, enkele reis. We komen nooit meer terug. Wat? Ik leg me altijd kapot met een deel. En we vliegen die eerste klas. Dat is extra pluts van de biertjes. Politiezone Antwerpen. Ja, laat het spelletje beginnen. Wat mij enorm bekoort, dat is dus een sterke vertolking. Ik denk dat elke rol door één ieder er zeer mooi ingezet is in gans dat verhaal. De meter is ontlopen, hè. De meter? Van een taxi. Mijn naam is Bob en ik haal van mijn job. Schitterend tempo, heel veel kleurende personages. Ik heb echt een borrel nodig. Een borrel en je drinkt die helemaal niet. Nee, maar ik kon er wel mee beginnen. Wie verkoeling zocht tijdens de zomer, kon het theater in. Zo kon je op kamp met de scouts, naar het strand van Sint-Anneke of ging je naar de musical Titanic. Een enorm spektakel op het Tonkmeer dat in geen tijd was uitverkocht. Het zijn de bemanning en de staf kunnen nu aan boord. Zeg, reis jij nu eentje? Maar nee, zotteke. Ik heb een vrijer. Ziet je die knappe gast daar? Daar ga ik mee trouwen. Zien wij elkaar in het iedereen in 2020 genoeg geld zal hebben om producties te maken, dat valt nog af te wachten. Maar wat er gemaakt zal worden, zal ons zeker opnieuw kunnen verrassen. Ontroeren, doen lachen en onze zorgen even doen vergeten. Ga dit jaar eens naar het theater. De emotie die je zal beleven is uniek. We zijn er zeker van, het gaat geweldig worden.